Ooit was het leven van de man simpel. Hij at vlees, dronk bier, keek enkel naar vrouwen en voetbal. Maar plots verloor hij zijn mannelijkheid. Hij begon zich in te smeren met dagcrème, kruidenthee te drinken, zijn ballen te scheren en zelfs zijn eigen hemden te strijken. Maar er is hoop. Twee echte mannen met maar één missie. De man terugzetten waar hij ooit stond. Dit is het Man Liberation Front. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond, mannen. Welkom bij de tweede aflevering van het MLF. Gasten, wij willen ook jullie bedanken voor hier te zijn. Het is supermoedig. Ja. En dankzij jullie en met jullie kunnen wij strijden tegen de nieuwe man. Ja, wij weten ook dat jullie het strak aan jullie vrouwen gaan moeten uitleggen. Maar geen paniek. Nee, want wij hebben gezorgd voor alibis. Wij hebben verslagen van fictieve vergaderingen. Wij hebben... cinematicketjes. Wat cinematicketjes. Wat theatertiketjes, hè? Deelt ze maar uit. Wij hebben ook concertticketjes van Iron Maiden, Metallica, Johnny Cash. Johnny Cash. In ieder geval, mannen, respect dat jullie hier zijn. Dankzij jullie kunnen wij tegen de nieuwe man strijden. Pas op, wij zijn ook niet naïef, hè? Daar hebben we de vrouwen al voor. We weten, als onze organisatie succesvol wilt zijn, moeten we aan de toekomst denken. Ja, net zoals het Belgisch voetbal heeft het MLF nood aan een goede jeugdwerking. Voilà. Basisschool Maria Boodschap. De naam zegt het zelf al. De perfecte locatie om te beginnen met de heropvoeding van onze jeugd. Kom, Jan. Goedemorgen, kindjes. Ik ben meester Jan. En ik ben meester Filip. En wij gaan het vandaag overnemen van juffrouw Katrien. De meisjes mogen allemaal meegaan met meester Filip. Stop. En in stilte, hè. Yes. 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 De meisjes zijn buiten. We zijn alleen. Eindelijk, zeg. Meisjes, rustig. Twee rijkers. Hé, wat kunnen de meisjes? Hoeveel centimeter is dit? 30 centimeter. Heel goed. Hij kijkt zo raar. Omdat dat zo klein is. Ja, maar nee, dat is 30 centimeter. Als uw man vraagt, is dat groot? Is dat, hoe groot is dat? 30 centimeter. Oké? Okay? Ja. Dus je gaat naar internetopties. Je doet dat met je muis. En dan doe je geschiedenis wissen. Borden wassen. Wie gaat dat doen, de jongens of de meisjes? Hang het maar eens in de juiste kolom. Oh. Wat doen we nu? Dat is fout, hè? Waar moet dat, meisjes? Bij de meisjes. Heel goed. Jij ook eentje? Wie gaat de kopjes in de keuken opruimen? Heel goed. Wie kennen we allemaal? En dan roepen we... Schatje. En dan doen we... Opruimen. Heel goed. Nu ben ik eens benieuwd, hè, of dat je die gaat juist hangen. Heel goed, dat is al juist. En nog een slimme. Heel goed. Voilà, hè. En zo zijn er nog heel veel taken die de meisjes kunnen doen. High five. Mister, moeten wij nu opruimen? Nee, moester, dat is voor de meisjes, hè, jongen. Dat is hier vuil, ze meisjes. Kom maar binnen, hè. Zeg, gaan we dat eens allemaal opruimen, hè? Dan gaan die nogal schrikken, hè. Yeah! Sneeuwwitje lag al in het bed en vroeg aan de 7 dwergen... Dwergen, kunnen jullie niet naar hier komen om mij een beetje warm te houden? Want ze had geen pyjama bij. En de dwergen kwamen. Maar ze kwamen allemaal zo snel... dat Sneeuwwitje het zelfs een beetje te vroeg vond. En Sneeuwwitje poetste, maakte eten, deed de was en dat deed ze heel graag en zonder mopperen. En toen de prins vroeg, zullen we, had ze eigenlijk hoofdpijn. Maar toch zei ze ja. En ze neemde het lang.
wassen. Toilet. Mannen, als vrouwen plassen, gaan ze zitten. En ze plassen. Logisch. Als mannen plassen, staan ze recht. Ze doen een bril omhoog en ze plassen. Ja, ook dat. Technisch gezien hoeven wij die bril niet naar boven te doen. Wij kunnen die bril gewoon naar beneden laten. Maar ja, we draaien al eens. We spitteren al eens. De vrouwtjes vinden dat niet plezant. Dus ze denken, mannetjes, kan alsjeblieft een bril naar boven dat wij plassen. We doen dat. Maar nu komt het. De vrouwen willen dat wij die bril terug naar beneden doen voor hen als zij terug gaan plassen. En dat verstaan ik niet. Want het is even gemakkelijk voor hen voor die bril terug naar beneden. Nee, het is zelf nog gemakkelijker voor de bril, want dat is gewoon tikken en die bril die valt naar beneden. Dat is met twee scharniertjes, die ligt direct op zijn plaats. Mannen, dit is een, dat is een principe. Dat is een symbooldossier. Dat is de, wacht even, Filip. Dat is de slechtste compromis die wij in de geschiedenis afgesloten hebben. Waar zijn wij massaal gezwicht voor deze vrouwenlogica? Dus onze oproep van deze week is: laat hem omhoog. Even iets anders nu. We hebben ondertussen ook al dreigbrieven gekregen van vrouwen. We hebben haatmails gekregen. We hebben zelfs een bombrief gekregen. Ja. Ah, niet echt een bombrief, want ze wisten dat niet goed dat ze dat moesten doen. Dus hebben ze gewoon de gebruiksaanwijzing van een bombrief opgestuurd of zo. We hebben zelf een mail gekregen van het MLF uit Frankrijk. Maar het MLF daar staat voor Mouvement de Libération des Femmes. Feministjes. Oeh. En zij sturen ons een mailtje. In het Nederlands. Is dat nu bijna gedaan met de vernederingen aan het adres van de vrouw? Als jullie zelf een vrouw zouden hebben, dan zouden jullie veel, waarschijnlijk minder hoog van de toren blaffen. Filip. Wanneer heb jij het laatst van een toren geblaft? Geblaft? Ja, echt geblaft, ja. Goh, ik weet nog dat ik in Dienand was, dat ik op een toren stond, precies. En dan was ik aan het twijfelen van, zou ik nou blaffen of zou ik nou blazen? Heb je dat gedaan? Ik heb geblazen. Je hebt dus geblazen? Ja. En heb je niet heel even gedacht, ik ga hier blaffen? Eén klein woefje. In ieder geval, we hadden toch een beetje bang van de vrouwen die naar het MLF keken. We dachten dat ze allemaal tegen ons gingen zijn, maar niets is minder waar. Wij zijn op straat getrokken en wat bleek? Heel veel vrouwen zijn helemaal mee met het MLF. Zeker en vast. Kent u het MLF? Ja, die ken ik, de actie. Ja. Vindt u dat een goede organisatie? Ja. Proficiat voor die mensen. Wat hebt u geleerd van het MLF? Vrouwen zijn koopziek. Vrouwen zijn dom. Vrouwen zagen. Wie doet bij u thuis de huishoudelijke taken? U of uw man? Ik denk dat vrouwen daar beter voor geschikt zijn. Wie doet bij u thuis de huishoudelijke taken? Ik. Ja, u vindt dat normaal als een natuur. Ja. En wat vindt u van een nieuwe man? Ja, wat vind u daarvan? Als ik eraan denk, word ik al aardig. Die mensen zijn echt ziek. Echt degoutant. Wat moeten ze er volgens u mee doen? Castreren. Wat is volgens u de plaats van de vrouw in de maatschappij? De keuken? Die staat in de keuken. Hoe staat u tegenover overspel? Dat is voor een man. Dat is iets typisch aan een man, vind ik. Ik vind het verschrikkelijk bij vrouwen. Ik vind het verschrikkelijk. Man, dat mag wel. Vindt u dat de mannelijke baas al eens aantastelijk mag zijn bij zijn werknemsters? Als je job goed doet en een baas vindt dat dat kan, dan ja. Met welke BV zouden jullie wel eens een nachtje willen doorbrengen? Samson. Wie vindt u de degoutantste man van al de BV's? Jean Thomas. Echt zo'n etterke. Jean Thomas. Hebt u uw man ooit al eens oraal bevredigd terwijl hij voetbal zat te kijken? Veel.
Heel veel. Hebt u uw man ooit al eens oraal bevredigd als hij naar de voetbal zat te kijken? Ja. Dat is mijn hobby. Ja. Ja, ik had een vriendin dat dat meedeed. Ja, dat was het. Ja, dat zal wel... En daar zijn wij ook heel hard voor. Hoeveel keer per week? 2 à 3 keer. 4 keer? Bijna dagelijks. Alle dagen? Alle dagen. Alle dagen? Alle dagen. Ja. En echt stevig. Ja. En op de knieën soms? Ik nee, kan niet meer, hè. Nee, ik wel, ja. Zeg, ik kan daar niet meer, hè. Welke uitvinding heb jij deze week weer in je tuinkot in elkaar geknutseld? Wel, Jan, ik heb deze week al een heel goede uitvinding geknutseld. Want het gaat eigenlijk over een oeroud probleem waar dat de man al heel zijn leven mee worstelt eigenlijk. Namelijk, elke man wordt 's morgens wakker met een ochtenderectie. Ja. Hè? Toch de meeste. Nu, wat is het eerste dat je doet 's morgens, Jan? Masturberen onder de douche. Ik wou eigenlijk plassen zeggen. Ja. Het eerste wat je doet 's morgens is plassen. Maar dat is moeilijk met een ochtenderectie. Want je zit met een verschil van 180 graden. Hey, dan is het al moeilijk te berekenen van hoe ver moet ik dan gaan staan. En, allee, snap, dus, ik heb al eens op mijn handen gaan staan, maar dan heb ik ook op de bril gepist. Allee, op mijn bril dan. Nu, kijk mannen, dat probleem van de ochtenderectie is volledig van de baan dankzij de MLF-erectiebotten. Oh, ja, ik zal dat even zien. Dus, kijk. We staan 's morgens op. Hè. Dat is 30 centimeter. We staan 's morgens op met de ochtenderectie. We moeten plassen. Hè. Dankzij deze twee handige bindingen die op voorhand zijn geïnstalleerd, moeten we ons... Voilà. Gewoon even vastklikken. Filip Geubels! Filip, wij gaan even iets drinken. Goed. Tot straks, hè. Jan. Ik wil mij toch even richten tot de vrouwelijke kijkers. Vrouwen, wij weten dat we jullie hard aanpakken in dit programma. Dat we vele clichés de revue laten passeren, dat we dingen uitvergroten. Maar weet, we hebben het echt goed met jullie voor. Zeker. Zo zijn wij deze week ook gevraagd om Peter te worden van Zusterlijk Delen. Zusterlijk Delen is een NGO die zich inzet voor vrouwen die het moeilijk hebben. Ja. Vrouwen aan de rand van de maatschappij, op zoek naar een beter bestaan. En omdat we Zusterlijk Delen zo'n mooie organisatie vonden, ja, hebben we die toch een plaatsje gegeven in ons programma. Elke dag zijn wij in de weer om een schrijnende maatschappelijke onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen. Elke dag proberen wij hulp te bieden aan gewone mensen in nood. Omdat niemand het verborgen probleem ziet of wil zien, zijn er elk jaar duizenden mensen in onze maatschappij vergeten slachtoffer. Al meer dan 30 jaar engageert Zusterlijk Delen zich belangeloos voor deze vergeten slachtoffers. Want in België alleen al zijn er 70.000 lesbische koppels. Zonder camera. Daarom Zusterlijk Delen. Ja, Annelies en ik, we zijn eigenlijk nog maar pas samen. En dan zit je zo toch nog een beetje in de fase dat je elkaar gaat ontdekken. Ja. En elkaar seksualiteit, ja, gaat ontdekken. En dankzij Zusterlijk Delen hebben wij camera's en statieven gekregen. En videocassettes. Ja, we hebben zelfs een van die cassettes mogen opsturen. Allee, van een opname van ons uiteraard. Ja. En ze hebben ons eigenlijk goed geholpen. Hè? Echt een creatief advies gegeven. Ja. Ons leven is volledig veranderd. Ja, absoluut. Hè? Beter, hè? Ja. Stuur vandaag nog uw camera's naar Zusterlijk Delen. Wij leveren ze persoonlijk af bij een lesbisch koppel in nood.
Wij zorgen er ook voor dat de camera's die u schenkt goed gebruikt worden. Wij controleren persoonlijk de toegestuurde videoopnames en bezorgen u, als u dat wenst, zelfs een kopie. U mag er zeker van zijn. Uw gift wordt nuttig besteed. Eigenlijk zijn er geen woorden voor, voor wat zij voor ons gedaan hebben. No. Word vandaag nog potten kijken en steun zuster Lidee. Zusterlijk delen. Prachtige organisatie. En daar zijn wij Peter van. Oh. Ja. Zelf hebben we nog geen Peter, hè, Jan? Nee. Daar strijden 9 BV's om in de I-factor. Vorige week zagen we hoe Manu Kersting de strijd moest verlaten omdat hem te weinig naar de borsten heeft gekeken. Ik ben zeer benieuwd wie vandaag naar huis moet. Welkom, mannen. Echte mannen schieten graag en dat is exact wat we vandaag gaan doen. De tweede proef is een proef op leven en dood en dat mag je letterlijk nemen. Echte mannen schieten met echte kogels, maar dat mocht niet van de VT1. Dus wij schieten met deze. Star Wars. Schiet! Je zuggen heeft vanaf tijdig geschoten. Je ziet een keurig erop. Dat probleem heb ik al 35 jaar. Schiet! Heb je gewonnen? Tom is ook zo'n harde en een slechte verliezer. En ja, ik verlies ook niet graag. En ik heb hem geraakt. En dat deed mij deugd. Dat deed mij echt deugd. Maar hij is nergens geraakt, Tom. Jawel, ik had hem. Ik had hem hier ergens. Ik zie niets. Ja. Toch denk ik dat ik hem maar. Dirk en Dieter, zijn jullie klaar? Redelijk. Redelijk. Dat is goed genoeg. Wandel. Schiet. Ik kan het rustig aan doen, kijken en mikken. Maar voordat ik goed en wel begonnen was, was dat bof. De meeste shot is dat. Ik dacht, ik ben eerst verblinden en dan maak ik hem af. Mayelle en Matthias, zijn jullie klaar? Wandel! Schiet! Stop! Matthias, gewonnen! Er gingen heel veel kogels over, hè? Over Matthias. Hè. Ja, hij is klinder, hè? Dat is eigenlijk niet eerlijk. Hè. Tijd voor de grote loserfinale. Samen met Nayel. Succes. Alright. Het is beet, hè? De uiteindelijke 2 verliezers gaan door in een rechtstreeks duel. En dan zullen we zien wie het strijdtoneel moet verlaten. Kom op, Danielle! Kom op, Sam! Kom op, Latje! Danielle en Sam, zijn jullie klaar? Wandel! En schiet! Je kunt nog wisselen, hè, Sam. Ik wil naar huis. De Sugar had gezegd, als je Daniela niet laat winnen, ga ik me afrekenen. Dus ik wil nu wel vrijwillig uit de... Dus, ah, wel, nee, toch niet. Kom op, doe dat eens. God is goed. Eet hem op, eet hem op. Ja, Daniela, 3 keer verloren. Je hebt het zelf al gezegd, je moet het schieten aan mannen overlaten. Hè. We gaan er geen drama over maken. Hè. Geen telefoonnummers uitwisselen, geen knuffeltjes. Je mag gaan. Terug naar het vrouwke. Voilà. Ik denk elke sportmens is wel teleurgesteld dat hem vroegtijdig de scène moet verlaten. Dus. Ik had toch gedacht dat hij ging winnen. Daniela, het is zij. Zij ging winnen. Ja. We moeten iemand gewoon als hem dat dan is. Dan is het zo. Hé,
Heren, naar goede gewoonte sluiten wij ons programma af met een goed stuk ouderwets en onvervalst Mannen Entertainment. Ja, en deze week zijn wij heel trots om een van onze grote helden uit te nodigen in de show. Hij heeft zijn act al gebracht in verschillende koningshuizen over heel de wereld. Ja, deze man laat scheten voor zijn beroep. Ja, Suske en Wiske hadden de zingende kaars, wij hebben de zingende aars. Kinderen hebben Mega Mindy, de vrouwen hebben Mr. Proper en wij hebben MLF Mr. Meeting! De Frogman! High five, man. High five. Hello, Mr. Meeting. How are you? Fine, thank you, Phil. So you are going to perform some fart art? Yes, for us? Yes. I'll get into the position. Yeah. And then you put the air through your derm. I do. just let me show you this. This is the farting position. Yeah. Okay. Maybe it's important for the men to know there are no tricks here. No tricks. Everything's real. No tricks, yes. So what we've got here, yeah, so that people can see, is a little bit of fine cocaine, talcum powder. Yeah. And we're going to sprinkle this on my bottom. Yeah. And then we're going to fart. So people, right, you can see the fart. So, okay. I just need to charge my colon. All right. Okay, we're ready to blow. I'm going to put a bit of talc on the bottom. Like that. Can I help you? Yes, maybe please, Jan. I need as much as possible, yeah, please. Right. Thank you. Here we go. Oh, my goodness. Okay, that's good. That's good. Here we go. From five. Count me down, please. Five, four, three, two, one. We have a birthday. A birthday. Yeah. A gentleman called Wim is in the audience. Wim is in the audience. Yeah. What this does is makes the any dangerous gases inert. Oh yeah. Okay. So we don't want any blue flames. Yeah, yeah. So this eats up the dangerous gas. So you this is for Wim's birthday. This is for Wim's birthday. Okay. One at a time. Yeah. Here we go. Happy birthday to you. Happy birthday. I feel that now we've established what I'm doing. Yeah. We should put the art into fart. Yeah. You know, a bit of culture. Yeah. Because I can do with my bottom what Pavarotti used to do with his mouth. Really? Yes. Yeah. I'm going to sing you a little song, a classical song, okay? Yeah. So, I'll just. All right, everybody, quiet, please. The Blue Danube. Here we go. Thank you, Mr. Meeting. Thank you. Mr. Meeting!
Heren, we staan weer een stukje dichter bij ons doel. Hè? Ja. Maar het is belangrijk dat we blijven strijden. We moeten ons blijven verenigen. Bezoek de website. Vertel het door aan al uw vrienden. Mond aan mond reclame is het belangrijkste. En ja. Waar sturen we de camera's naartoe? Superheren! Wat doen we met de wc-bril? Omhoog! Hoeveel is 30 centimeter? Superheren! Ciao, tot volgende week! Is wat wij nodig hebben, hè? Anders worden we softies. Ken je dat, van die kalenders met van die baby's die uit een bloempot komen? Of verkleed als een pompoen? Of met een bloemkool? Zieke dinges met baby's en groenten. Waarom niet gewoon een kalender, heel mannelijk, met de dagen en de maanden? Eventueel een artistieke foto van een auto of een schoon madame. Maar niet met baby's, hè? Dat is gevaarlijk voor de soort. Dat zuigt de testosteron uit ons lichaam. Dat is niet de bedoeling. Gelukkig is er het MLF. En ik geloof erin, in het MLF. Ik ben helemaal mee. De spekken is helemaal mee. Bedankt, MLF. Yeah.